Vandaag was het op veel plaatsen vrij zonnige weer. Maar in het zuiden en zuidwesten van het land trok vanmiddag wat bewolking binnen. Toch bleef het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten van het land vielen een aantal winterse buien die vanaf de Noordzee afkwamen. Die winterse buien zijn goed te zien op de satellietfoto en leverden met name in delen van Groningen en langs op de Wadden toch behoorlijk wat wintersneerslag en de nodige gladheid op. Het was ook koud vanochtend in de opklaringen. Daar vroeg het op sommige plaatsen matig. En op de koudste plaats, op de Veluwe, daalde de temperatuur zelfs naar min 6 graden. Vannacht is er meer bewolking en dan wordt het ook wat minder koud. Op de modelanimatie zien we dat goed terug. De bewolking neemt dan toe, toch blijft het droog. Morgen hebben we dan uiteindelijk te maken met wolkenvelden en zon. Een neerslaggebiedje komt dichterbij, maar bereikt ons land niet. En dan uiteindelijk in de loop van de zaterdag en in de nacht naar zondag, dan stroomt de drogere lucht vanuit het zuidoosten ons land binnen. Het klaart op, waardoor de temperatuur in de nacht naar zondag behoorlijk kan gaan dalen. Op de koudste plaatsen wordt het misschien zelfs al min 8 graden. Vanavond is het dan wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog en al vrij snel, maar waarschijnlijk aan het eind van de middag of in de vroege avond al, dat de temperatuur tot rond of onder het vriespunt. Het is dan uiteindelijk overal droog en de wind die begint een beetje naar het zuidoosten te draaien. Neemt ook wat in kracht af, is dan meestal zwak tot matig, windkracht 2 of 3. Vannacht dan daalt het kwik verder in de opklaringen, dan kan het land inwaarts matig vriezen. En met de zuidoostenwind wordt het ook in de kustprovincies koud, alleen pal aan zee. En met name dus in Zeeland en in de kop van Noord-Holland wordt het iets minder koud met temperaturen rond de graad of min 3. Ook in Zuid-Limburg wordt het wat minder koud, maar dat komt daardoor de aanwezige bewolking. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral in de zuidelijke helft van het land komen wat wolkenvelden voor. In het noorden van het land zien we veel vaker de zon. Uiteindelijk komt overal de zon tevoorschijn, maar loopt de temperatuur op naar zo'n 1 tot 3 graden. Met een zwakke tot matige Zuidoostenwind voelt het wel aan alsof het licht vriest. De komende dagen dan wordt het met name s'nachts kouder. In de nacht naar zondag dan kan het lokaal al 7, misschien zelfs 8 graden vriezen. In de nacht naar maandag wordt het misschien zelfs nog een graadje kouder. Zondag wordt vrij zonnig bij 1 tot 3 graden. Maandag dan blijft ook de temperatuur op 1 tot 3 graden steken. Maar zien we ook wat wolkenvelden. Dinsdag, dat is een beetje een lastige dag. Daar hebben de meermodellen nog moeite mee. Er trekt een storing over het land die zorgt voor bewolking en neerslag. Er valt in eerste instantie sneeuw. De wind draait in de loop van de dag naar het westen, waardoor misschien wat zachtere lucht van zee binnenstroomt. De neerslag kan dan in het westen eventjes overgaan in regen. Maar het is nog eventjes de vraag of dat gebeurt en ook hoe ver de sneeuw het land inkomt. Het blijft vrij koud met dan overdag temperaturen van 1 tot 2 graden. Draait de wind naar het westen, dan kan het maar zo eens in de kustprovincie een graad of 4 worden. Die onzekerheid zien we ook goed terug in de pluimverwachting. Nou, maandag dat wordt dan een dag met een vrij grote dagelijkse gang. Het start heel koud, maar de temperatuur loopt ook vrij snel op door de zon. Ik vraag me af of het dan ook echt zo warm wordt als dat de pluim laat zien met temperaturen van 4 of 5 graden. Ik denk zelf eerder dat de temperatuur op 2 à 3 graden blijft steken. Dinsdag dus de onzekerheid met dan die storing, maar ook in de dagen daarna dan blijft het vrij koud met overdag temperaturen iets boven het vriespunt. En s'nachts dan gaan we alweer snel richting de matige vorst. Dat houdt dan aan tot in elk geval in een volgend weekend, waardoor we misschien als we een beetje geluk hebben volgend weekend op veel plaatsen op de schaats kunnen staan. Of het winterweer ook gepaard gaat met sneeuw, dat zien we hier. Dinsdag, dus met, uh, met afstand, de grootste kans op wat sneeuwval. De hoeveelheden lijken echter beperkt te blijven, al zit daar dinsdag nog wel wat onzekerheid in. Er zijn berekeningen die met 10 centimeter sneeuw komen, maar er zijn ook berekeningen die amper met sneeuw komen. Dus daar komen we de komende dagen nog eventjes op terug. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.